Het examen wegvervoergoederen en internationale goederen gaat over naar het examen wegvervoergoederen deel 1 en wegvervoergoederen deel 2. In dit filmpje wil ik je kort uitleggen wat de veranderingen zijn hiervoor. Op dit moment hebben we het examen wegvervoergoederen en het examen internationale goederen. In deze twee examens zit behoorlijk veel overlap. In wegvervoergoederen heb je instanties, wet en regelgeving. In internationale goederen heb je organisaties, wet en regelgeving. Ook de deelmarkt tussen ADR, koelvervoer, dierenvervoer zitten in beide examens. Deze overlap die gaat verdwijnen. Momenteel heb je in wegvervoergoederen instanties in het wegvervoer en de wet en regelgeving. Dit kom je ook tegen in de module internationale goederen. Samen met de machtigingen, vergunningen, tol en CMR gaan deze onderwerpen in het nieuwe examen wegvervoergoederen deel 1 zitten. Zowel in wegvervoergoederen als in internationale goederen heb je onderwerpen als ADR, koelvervoer en dierenvervoer. Deze onderwerpen worden samengebracht in wegvervoergoederen examen deel 2. Bij internationale goederen hebben we op dit moment ook nog de rij- en rusttijden. Die rij- en rusttijden die worden ook in het examen personeelsmanagement behandeld. In de nieuwe opzet van wegvervoergoederen examen deel 1 en deel 2 zal het onderwerp rij- en rusttijden komen te vervallen. In het vak personeelsmanagement blijft de rij- en rusttijden wel bestaan. Bij wegvervoergoederen heb je dan ook nog planning, infrastructuur, laden, lossen, veiligheid op de weg, laadbakberekeningen, het voertuigmanagement. Dat gaat naar het examen wegvervoergoederen deel 2. De overgangsdatum is 15 april. Heb je je examens wegvervoergoederen en internationale goederen voor 15 april 2018 nodig? Dan doe je deze examens. Heb je voor 15 april wegvervoergoederen behaald, dan heb je nog tot 15 april 2019 de tijd om de module internationale goederen te halen. Heb je de module internationale goederen voor 15 april 2018 al behaald, dan kun je nog tot 15 april 2019 de module wegvervoergoederen halen. Heb je beide examens, zowel wegvervoergoederen en internationale goederen, nog niet behaald en ga je na 15 april 2018 op examen, dan doe je de nieuwe opzet in wegvervoergoederen deel 1 en wegvervoergoederen deel 2. Doe de examens, of het nu wegvervoergoederen internationale goederen is, of wegvervoergoederen deel 1 en wegvervoergoederen deel 2, op dezelfde dag. Dus doe bijvoorbeeld het examen om 11 uur en het tweede examen om 12 uur. Onze lesboeken zijn vanaf 2018 hier al op aangepast. Dus heb je lesboek uit 2018, dan is de module wegvervoergoederen internationale goederen of wegvervoergoederen deel 1, wegvervoergoederen deel 2 al in één module samengewerkt, de module wegvervoergoederen. Ook de lessen zijn hier al op afgestemd. Heb je de lesboeken van voor 2018, dan kun je nog steeds studeren uit je losse boek wegvervoergoederen en je losse boek internationale goederen. Het enige wat er verandert is dat je de overlap niet twee keer hoeft te studeren en dat het stukje over de rij- en rusttijden je niet meer hoeft te studeren uit het oude boek internationale goederen. Als het je nog niet helemaal duidelijk is, ook na het kijken van dit filmpje, kun je mij natuurlijk altijd nog de vragen stellen. Je kunt me bellen of je kunt me mailen hierover.